Stel je voor, virtual reality waarbij je alle materialen en objecten ook werkelijk kunt vastpakken. Dit klinkt misschien als de plot van een nieuwe futuristische film, maar dankzij Gijs van Sensgeloof is dit dichterbij dan je denkt. Gijs, we zijn hier nu in Yes Delft. Wat is dit precies voor een gebouw? Nou, Yes Delft is een verzamelplaats van start-ups. Eigenlijk als je een goed idee hebt vanuit de TU, helpt Yes Delft je eigenlijk om dat uit te werken tot een bedrijfje. Maar jij had opeens een goed idee, namelijk de Sensgloves. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, Sensglove is eigenlijk een handschoen of handschoenen waarmee jij digitale objecten echt kan maken. Dus je kan, als jij bijvoorbeeld een virtual of een augmented reality iets aanraakt, dan voel je, hé, ik pak daadwerkelijk een object vast. En eigenlijk wat ons doel daarmee is, is dat jij die digitale objecten eigenlijk op dezelfde manier behandelt als de echte objecten. Op een gegeven moment ben je natuurlijk gaan testen hoe andere mensen hierop reageren. Nou, klopt. We hebben eigenlijk als eerste gewoon een kleine demonstrator gebouwd voor een beurs in Duitsland. Daar reageert men heel enthousiast op. Onder andere een automotive partij die kwam naar ons toe en die zei van nou, eigenlijk deze handschoen die kunnen we perfect gebruiken om mensen te trainen om digitaal een auto in elkaar te zetten zonder dat die auto al bestaat. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil het eens proberen, voelen, ervaren. Nou, laten we dat doen. Goed. Goed, dus dit is de Sensgloove. Ja, dit is een van de prototypes die we momenteel hebben ontwikkeld inderdaad. Hij is best groot. Ja, hij is nog relatief groot en dat is ook het eerste model dat we op de markt brengen. Ja, daarna gaan we hem ook natuurlijk doorontwikkelen zodat hij kleiner wordt en dat je ook verschillende maten hebt in de handschoen. Ja, je hebt dus een manier gevonden om de virtuele wereld zeg maar tastbaar te maken. Ja, dat is inderdaad de bedoeling om dat echte, die digitale wereld dichter bij de echte wereld te brengen. Kun je me een kleine demonstratie geven voordat ik ermee aan de slag ga? Ja, uiteraard. We hebben zelf een kleine spaceship waar ik allerlei taakjes in kan uitvoeren die interessant zijn om mensen te leren bijvoorbeeld. Goed, dus dit is de virtuele wereld gecombineerd met de handschoen. Ja, klopt. Nou, je ziet hier mijn digitale hand en die doet dezelfde beweging als mijn echte hand, om het zo maar te zeggen. En daar kan ik allerlei spullen mee oppakken. Hier bijvoorbeeld een stressballetje. We zitten in de ruimte, dus het blijft zweven. Nou, ik voel nu dat ik word tegengehouden en ik kan hem een beetje indrukken. En ik kan bijvoorbeeld ook deze pijp oppakken. En die kan ik hier bovenop zetten. En bijvoorbeeld een taak dat je mensen zou willen kunnen leren is bijvoorbeeld lassen. Dus ik heb hier een lasapparaat. En op het moment dat ik het knopje indruk gaat hij aan. En dan voel ik hem ook trillen van hey, hij is aan. En dan kan ik zo eigenlijk die pijp aan elkaar lassen. Nou, ik kan hem niet meer van de tafel afhalen, dus ik heb hem goed vastgelast. Mag ik het ook eens proberen? Ja, uiteraard. We hebben een klein demo-model van een Renaultje waar je in kan gaan zitten. Wow. Ja, nee, ik zit in een Twizy. Dat klopt. Pak je stuur maar eens vast bijvoorbeeld. Ja, idioot. Het voelt gewoon alsof je iets vastpakt. Ongelooflijk. Wat een heerlijke ervaring dit. Ja, dit is gewoon... Dit is echt spectaculair, maar vooral ook natuurlijk het staan in die wereld en dat je het gewoon allemaal ook kan voelen. Dat is natuurlijk zo apart. Nou Gijs, wat een geweldige ervaring was dit. Maar ik ben wel heel benieuwd wat nou nog jouw toekomstdromen zijn. Nou, allereerst gewoon het eerste product op de markt zetten. En misschien breiden het wel uit naar bijvoorbeeld echt een arm waarmee je ook, als je in die Twizy zit, eigenlijk in een cockpit zit. Er is volgens mij zoveel mogelijk met deze handschoen. Ik ben gewoon heel benieuwd waar we met dit op uit gaan komen. Ik wil jou heel veel succes wensen de komende tijd. Dankjewel en ook leuk dat jullie dit hebben kunnen ervaren. Ik vond het erg tof om virtual reality op deze manier te mogen ervaren. En ben heel benieuwd waar we over een paar jaar staan. De tijd zal het leren. Ben je benieuwd bij wie we de volgende keer langs gaan? Vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal van Renault Live. En over 2 weken zien we je weer.